Goed, zullen we dan maar? Oké. Overigens, voordat ik verder ga, is er iemand in deze zaal die bezwaar heeft tegen het afsluiten van het huwelijk tussen deze twee prachtmensen? Niemand? Ook Richard van Rijn niet? Nee? Zelfs hij weet wanneer hij zijn mond moet houden. Richard is het maatje van Marco en hebben allebei veel meegemaakt in hun leven. En zoiets schept een band. En Richard is eigenlijk degene geweest, zo heb ik me laten vertellen, die Marco het laatste zetje heeft gegeven om zijn huwelijksaanzoek te doen. Je bent in blessuretijd, zei hij. Maak wat van die verlenging. Zo gaf Richard in een mano-to-mano gesprek aan. En het zal dus zeker niet Richard zijn die bezwaar heeft tegen het afsluiten van dit huwelijk. Integendeel. Dit is niet goed, dit wordt spontaan nu geboren. Ik vraag aan Richard om even hier naar voren te willen komen. Dit hebben we ook helemaal niet afgesproken. Echt niet met jullie, niet met Richard. Richard, ik denk gezien dat jij toch verantwoordelijk bent voor deze stap, dat aan jou de eer is voorbehouden tot het voorlezen van de huwelijksakte. Zou jij dit willen doen? Niks aan ons. Vandaag, donderdag 14 augustus 2014, is in de gemeente Rotterdam het huwelijk voltrokken van Marco van der Wildenberg, geboren te Barendrecht, kort gezegd, op 31 juli 1971, wonende te Rotterdam. En Sharon Sabrina Koorn, geboren 6 oktober 1979, te Rotterdam. Wonende te Rotterdam. Die hebben verklaard dat zij elkander aannemen tot echtgenoten. En getrouw alle plichten te vervullen die de wet aan de huwelijke staat verbindt. Waarna de ambtenaar van de burgerlijke stand uitspraak heeft gedaan dat Marco van der Wildenberg en Sharon Sabrina Koor door het huwelijk aan elkander verbonden zijn.